Hey kijkers van Everyday Zombie Gameplay. Ik heb jullie beloofd dat ik dat ik filmpjes ga maken over hoe de map eruit ziet en wat ik met de map wil gaan doen. Nou, ik heb nu een soort van programmaatje heb ik. Ik zal even kijken hoe het heet. Knipprogramma. Het zit bij Windows 8 bijgeleverd. En je kan zeg maar, daarbij heb ik een stukje van de map gepakt als het ware. Je kan zeg maar, nu kan je vier... Ik heb het land zeg maar in vier delen verdeeld. Het ene bovenste gedeelte, zoals je kan zien, is Piro. Ik en mijn huis staat in Fuska. Daarnaast is Livka, geloof ik. Livka. En dat Snowbiome is Kolovdo. Nou, wat zijn de namen en waarom is het zo ingedeeld, zal je wel vragen. Nou, ik ga waarschijnlijk als je nu kijkt, ben ik aan het soort van onderhandelen met andere beginnende YouTube kanalen. Die in mijn opzicht redelijk goed zijn. En ook zeg maar bij mij passen. Bij mijn soort van opnemen, mijn soort van praten. Dus ik ben nu bijvoorbeeld mensen voor Piro, Livka. Golovdo aan het zoeken. Aangezien ik al in Fuska woon. Aangezien je daar mijn kleine huisje kan zien. Als je goed kijkt. Wat wil ik dan gaan doen? Nou, in die drie andere landen als het ware. Krijg je elk een speler. Die speler die mag niet uit zijn land. Tenzij hij toestemming heeft voor een ander land. Bijvoorbeeld als de eigenaar van Livka naar Piro wil, zou de eerste toestemming moeten vragen aan Piro. Als hij dat niet doet en toch naar Piro gaat, dat kan. Alleen mag Piro dan zelf bedenken wat hij met Livka doet. Daardoor kunnen oorlogen ontstaan tussen bijvoorbeeld Piro en Livka. Of bijvoorbeeld vriendschappen tussen Golovdo en Livka. Ik heb dit idee een soort van beetje geleend van dus David Games die de Kingdom heeft. Alleen dit gaat niet over Kingdoms en een verhaallijn. Dit gaat over een soort van vriendschap, een soort van gevechten. Maar ook echt survivalen in plaats van Kingdoms maken. Op een map met verschillende YouTube kanalen. Nou, ik vind het zelf een tof idee. Ook al heb ik het een beetje geleend van Dus David Games. Dus daarom geef ik nu ook die shout-out naar Dus David Games. Omdat hij gewoon heel goed is en heel veel views hebt. Tof video's maakt. Maar ik ben nu aan het zoeken naar drie mensen. Voor Piro, Livka en Golovdo. Al ken jij iemand die een best wel goede YouTuber. Hij heeft niet bekend te zijn. Maar die wel zeg maar een soort van aandacht aan zijn filmpjes steekt. Die er tijd aan besteedt. Die ook een mooi kanaal heeft. Dus niet zo'n droog kanaal met gewoon één kleur als achtergrond. Maar gewoon een mooi kanaal. Dan zou ik die graag willen horen. Die kunnen worden ingestuurd naar everydaysomegameplay@gmail.com. En daar dat ga ik dan lezen. En dan ga ik kijken van welke YouTubers geschikt zijn. Dan wil ik nog wat kwijt. Ik heb het een beetje. De grijze plekken op de map zijn plekken die nog niet verkend zijn. Dat ga ik binnenkort even een stuk meer verkennen. Waarna waarschijnlijk een update volgt over hoe nou precies de landen zijn verdeeld. Aangezien je nu bij Livka nog een beetje kan zien dat het zeg maar in het grijs ophoudt. Dus ik weet niet precies hoe de biome loopt en hoe ik het ga maken. Hetzelfde heb je ook bij Golovdo. Dus daar moet ik nog even naar kijken. Nou, wat je ook hebt. Wat ik wil gaan doen. Is zeg maar de grens maken. Met een soort van paaltjes of fakkels. Of ik weet niet precies hoe ik dat wil gaan doen. Maar zeg maar op de lijn van de landen. Zodat als jij als YouTuber goed kan zien wanneer jij nou precies de grens overgaat. Nou, ook kan je zien dat de rivieren en de zeeën niet van een bepaald land zijn. Dat is zodat je goed kan trainen met elkaar, met bootjes gewoon kan varen. Maar als jij bijvoorbeeld met een bootje
over de grens van bijvoorbeeld Fuska komt, dan ben je wel in de problemen. Tenminste, als Fuska, als je het niet aan Fuska hebt gevraagd en als Fuska het erg vindt. Pardon. Nou, ook vind ik, heb ik rechtsboven heb ik nog een snowbiome. En de wereld is natuurlijk nog veel groter, aangezien dit een best wel klein gedeelte is. Dus waarschijnlijk kunnen er meer YouTubers op. Dan moet ik nog even kijken. Ik had al iets. Ik had al zeg maar iets geprobeerd met de eenzame gamer. Alleen die had niet zoveel tijd. Ook shout-out naar de eenzame gamer. Omdat hij maakt ook toffe filmpjes. Dus check zijn kanaal even. Nou, wat heb je nog meer? We hebben, zoals je kan zien, staat er ook een. Tussen Fuska en Liefka een beetje beneden, als het ware, midden in het riviergedeelte, zie je een soort van huis staan. Wat is dat huisje? Dat huisje is gewoon een random generated hutje, als het ware, die je ook in mijn tweede episode kan zien, geloof ik, of mijn eerste episode, ik weet niet zo goed. Maar ik zelf ga denk ik ook nog chesten neerzetten. Door Piro, Liefka, Fuska, Golovdo. De nieuwe landen die er misschien wel bij gaan komen. Ga ik gewoon chesten en bijvoorbeeld doolhoven maken. Of gebouwen met traps erin. Waardoor je moeilijke dingen moet doen. Zodat je bij bijvoorbeeld een chest uit kan komen. Dat soort dingen zijn tof om in filmpjes te hebben. Tof om te zien als jullie als kijken. Ik heb dit ook mede gedaan. Omdat ik persoonlijk vind dat het niet zo heel tof is. Als jij alleen maar survival hebt. Na een tijdje wordt het saai. Dus ik denk dit is een goede, ja, goede afwisseling. Nou, dit was eigenlijk wel een beetje over hoe ik het wil gaan doen. Ik zal jullie op de hoogte houden met de verschillende YouTubers waarmee ik contact ga leggen. Ik hoop dat het heel snel kan gebeuren. Als jullie ook een YouTuber hebben die jullie willen inzetten, doe het gewoon. Ga ik even kijken naar degene of het wel bij mij past. Want het kan wel een hele goede YouTuber zijn, maar dan niet mijn type. Zodat je dan verschillende soort van filmpjes krijgt wat ik niet zo heel tof vind. Bijvoorbeeld iemand die bij wijze van spreken hippie hardcore op als achtergrondmuziek gebruikt. Ik wil gewoon dat mijn kanaal en mijn server gewoon ook bij mijn soort kijkers past. Zodat het allemaal leuk is om te zien. En ik hoop dat jullie even een groen duimpje geven op deze video. Ik hoop dat jullie hem even liken. Even als je nog geen abonnee bent, abonneer even. En zeg even in de comments wat je ervan vindt en of ik nog shit moet aanpassen en zo. Hey, ik zie jullie later.